de volgende keer kunnen aanhouden, misschien op 8 uur. Want voor mij is het ook inderdaad wel tot het niet. Ja, het is een terechte opmerking. We zullen dat bij rekening houden. Ja, 8 uur, hè. Ja. Beter spitsen in 2 avonden en om 8 uur dan een keer dus te vroeg beginnen. Ja. Oké. Dus het eerste punt is het verslag van de vorige keer van november. Dat is gelijk als altijd zeker. We hebben geen advies. Allee, geen positief of negatief advies. Maar zijn er voor de rest opmerkingen over? Nee. Nee. Oké. Ik kom meteen aan met het eerste punt in verband met kinderopvang. En dat zal waarschijnlijk voor Wim zijn. Ook een deel, denk ik. Nee, voorzitter, maar dat is niet voor Wim. Maar ik zou willen voorstellen dat je Wim eerst aan het woord laat. Okay. Want die heeft nog iets heel interessants te doen vanavond. Die moet nog gaan badmintonnen. Dat doen we Wim eerst. Ik ga sowieso nog even wachten ook aan. Omdat ik nu toch in het GRC zit. En er komt ook nog een punt van samenleving bij de uitleg van Els. Dus ik had met Els afgesproken dat ik het eerste kwartier van haar toelichting ook nog heel even gaan aansluiten. Moesten er dan vragen zijn, kan dat rechtstreeks naar mij gesteld worden. Dus in principe, ja, laat het eerste punt dan ook maar doorgaan. Ik sluit wel aan. Okay. Wat mijn zoon kan even wachten. Oké, voor iedereen dan. Hoe is uw naam volledig, meneer Wim? Hoe is uw naam volledig? Wim Spinoza. SPI-dubbele-N-O. Oh, we hebben elkaar al gesproken via de telefoon. Aha. Oké. Ja, dan zullen we het doen zoals Wim voorstelt inderdaad. Maar maakt het niet uit, wil ik dat punt dat eerst doen. Dus Els, dan moet jij direct van start gaan. Ah ja, oké. Ben ik het dan? Voor het organogram al? Sorry. Ja, het was een beetje verwarrend. Sorry. Wacht, dan ga ik hier alles openzetten, hè, want ik was hier nog niet in volle voorbereiding. Nee, misschien al qua inleiding zeggen. Jullie herinneren zich allemaal waarschijnlijk wel dat wij in juni ook een aanpassingorganogram gehad hebben. Dat had vooral te maken met het FIA6-akkoord, een sectoraal akkoord waar wij de verplichtingen moeten van naleven. Maar anderzijds ook over het veranderingstraject dat wij op onze grondgebiedszaken hadden doorgevoerd. En dan hadden we eigenlijk vooral het organogram, grotendeels was dat eigenlijk wel op afdeling grondgebiedszaken toen toegespitste veranderingen. Nu, vooral omdat we dat snel wouden kunnen schakelen om bepaalde functies toch wel in te vullen. Nu, in kader van de opmaak van de wijzigingen meerjarenplanning, is dan die oefening eigenlijk over deelorganisatie opengetrokken en hebben alle diensten de mogelijkheid gekregen om eigenlijk het geïntegreerd organogram OCMW-gemeente, dat in 2017 is opgesteld, 2017-2018, om dat eigenlijk een keer te evalueren en te kijken van, kijk, de beslissingen dat toen gemaakt zijn. Hè. Als het OCMW en gemeente samenkwamen, zijn dat de juiste beslissingen geweest? Zijn die functies nog altijd dezelfde? Zijn daar bepaalde evoluties voelbaar? En zo verder. Dus elke afdelingshoofd heeft dat voor zijn dienst voorbereid, met werklastmetingen. Dat is allemaal echt wel heel goed uitgewerkt en gekaderd geweest. En op basis daarvan zijn de aanpassingen nu dan in dit organogram zijn we daartoe gekomen. Nu, het heeft ook te maken, zoals jullie misschien wel allemaal weten en ook wel zien, je merkt dat openbare besturen het wel heel moeilijk krijgen om functies, hoe dat zij nu zijn opgemaakt en in de graad dat zij nu zijn opgemaakt, hè, dat het heel moeilijk is om eigenlijk een goed aanwervingsbeleid en om de juiste mensen of mensen al te kunnen aantrekken. Wordt heel moeilijk en je ziet dan ook dat heel veel besturen beginnen met opwaarderingen van functies om dan toch in bepaalde specifieke, vooral technische profielen, om daar toch wel eigenlijk een grotere verdienste, want daar gaat het over met die graden, hè, om die graad op te trekken, om toch mensen te kunnen houden en vooral mensen met wat expertise, hè, waar dat we in onze organisatie toch ook moeten op inzetten. Dus dat ga je ook zien in de opmaak of de wijziging van het organogram, dat we daar ook wel echt vooral willen inzetten op een functieweging. Wat verwachten we van mensen? Wat zijn de verantwoordelijkheden? Wat moeten zij doen? En stond de juiste verloning daar tegenover? Zo ja, dan nee. Hè, als dat niet is, hoe kunnen we dat dan eigenlijk toch beter implementeren?
Dan heb je ook nog een aantal puur textuele wijzigingen. Dat is onze dienstcommunicatie, dat ook door het organogram gegaan is. En zegt van, goh, daar moet wat meer uniformiteit. Als we over een functie B4, B5 spreken, dan noemen we dat een coördinator. En niet bij de ene het zo noemen, bij de ander zo. Dus dat zijn puur textuele aanpassingen dat jullie ook gaan zien. Ik zal met jullie dan eventjes het organogram overlopen. Wim, ik heb toch juist begrepen dat ik het dan helemaal mag overlopen, hè? Hoe lang gaat dat duren, Els? Dat overlopen niet zo heel lang. Het is afhankelijk van de vragen die komen. Hè? Maar dan zullen ons op samenleving... Hè, ja, goed. Ik zal mij als tweede punt klaar. Ja, pagina 1 zijn er geen wijzigingen. Pagina 2, daar hebben we eigenlijk de functie van interne preventieadviseur. Die stond daar contractueel opgenomen. Die hebben we naar statutair gebracht. Wanneer we ook met externe partners samenwerken, dan hebben we er nu voor geopteerd om meer te verwijzen naar die externe partner. Je ziet dat daar, informatieveiligheid, hè, met Vera doorschrappen we. Gewoon, anders wil dat zeggen, als we met een externe partner de overeenkomst zouden stoppen met een nieuwe partner in zee gaan, dat we ook altijd ons organogram moeten aanpassen. Dus daar gaan we gewoon nu melden bij informatieveiligheid dan. Dat komt later in het organogram ook allemaal nog terug. Gewoon via externe samenwerking, hè, waar dat we dan verwijzen dat dat altijd iets extern is. Dan is het puur gewoon een textuele aanpassing ook. Dat is bij projectmanager. Daar hebben we nu als dienst daarboven organisatiebeheer gezet. En dan een uitbreiding bij de dienstcommunicatie. Daar stonden 2,5 deskundigen. Daar gaan we naar 3 deskundigen gaan. Dus dat zijn de aanpassingen op pagina 2. Zijn daar al vragen over? Of mag ik gewoon verder scrollen? Ik ga ervan uit dat jullie wel vragen stellen. Mogen we de vragen onmiddellijk stellen of liever op het einde? Jij mocht die onmiddellijk stellen ook. Ja, liever onmiddellijk. Ja. Ja, er zijn wel wat aanpassingen en dat geldt misschien voor de rest van het organogram ook. Maar we krijgen een heel mooi overzicht van wat er is aangepast, maar de reden waarom is niet altijd even duidelijk. Dus misschien is dat wel handig om te weten waarom dat bijvoorbeeld interne preventieadviseur, waarom het van contractueel naar statutair gaat bijvoorbeeld, of waarom het er op communicatie van 2,5 naar 3 gegaan wordt. Ja, oké. Interne preventieadviseur is eigenlijk een verlengstuk van de vorige legislatuur hebben wij bepaald bij het geïntegreerd organogram wanneer we een functie statutair en contractueel opnemen in het organogram. Nu, wanneer gaan we voor statutair? Dat zijn bijvoorbeeld voor heel veel leidinggevende functies, maar ook voor functies die een bepaalde gevoelsmatigheid hebben. Ik denk maar aan maatschappelijk werkers of een bepaald een gevoelsmatige inhoud van job hebben. En we zien daar interne preventieadviseur eigenlijk ook toch wel als een gevoelsmatig materie dat er moet behandeld worden. Het is ook wel wat leiding of wat sturing over heel de organisatie. En daarom hebben we die lijn doorgetrokken. Het is eigenlijk wat we het eerst contractueel opgenomen. En daar hebben we eigenlijk wat afgeweken van ooit. Dus die parameters, als ik het zo mag zeggen, dat we opgesteld hadden. En nu hebben we die aangepast. Het is eigenlijk daarop dat het nu statutair wordt. En voor communicatie, waarom een uitbreiding? Dat is omdat men een soort van werklastmeting gedaan heeft. Hè, en men daar toch ziet, men wil meer inzetten op externe communicatie. Trouwens ook op interne communicatie. Dat is dan in samenwerking met AGRM. En daaruit blijkt dan toch wel, als we daar meer willen op inzetten, dat als we ons weer willen engageren om op communicatie in te zetten, ja, dan spreekt dat voor zich dat je daar ook extra man- of vrouwkracht moet voor voorzien. En dat is eigenlijk hier... bij communicatie dan die uitbreiding van een halftijds, waar we nog eigenlijk heel voorzichtig geweest zijn. En ja, dat gaat dan over, dat kan gaan over speeches schrijven, maar ook over het GIL, over alles wat met communicatie eigenlijk te maken heeft. Ik ben nu minder onderlicht in de materie, maar om daar verder op in te zetten. Dan pagina 3, dat zijn puur textuele aanpassingen, dus dat is eigenlijk niks inhoudelijk, dus ik ga daar nu ook niet op ingaan, ik denk dat dat een beetje te gek is. Dan bij AGRM, daar zijn wel inhoudelijke aanpassingen. Daar is men eigenlijk van de administratief medewerkers, daar stonden er 3,5. Daar heeft men er 2 afgenomen en we hebben van die 2 hebben we 1
deskundige extra gemaakt. Dus ene C-niveau is een B-niveau geworden. En ene C-niveau is een administratief hoofdmedewerker C4, C5 geworden. Ik zie daar dat daar wel een foutje in het organogram staat. Ik zal dat zeker aanpassen tegen de raad. Die een administratief hoofdmedewerker is niet C, maar moet C4, C5 zijn. Dat is het verschil met administratief medewerker. Dat is er gebeurd. En dan bij dienst schoonmaak, daar heb je diensthoofd schoonmaak. Dat is eigenlijk de persoon dat dienst staat voor heel de interne poetsdienst en de externe poetsdienst. Die functie was ook voorzien op C-niveau. Nu, als je puur kijkt naar verantwoordelijkheden dat die persoon krijgt, leidinggevende over wel 30, 40 personen, ja, weten, dan is dat eigenlijk niet evenredig met pure administratieve functie. Daarom ook een opwaardering van die functie naar C4, C5 niveau. Ook vooral om het leiding aspect. En ook daar is men van contractueel naar statutair gegaan, ook puur om dat leidinggevend aspect en die verantwoordelijkheden. Waarom van twee C-niveaus naar 1B en 1C4, C5? Dat heeft eigenlijk te maken dat ook HR, als je gaat kijken in de knelpuntenlijst van de VDAB, ga je zien dat alles met personeelszaken daar ook onder valt. Dus het is heel moeilijk om administratieve krachten nog voor je HR-dienst te vinden. Als we dan ook kijken puur naar functieweging, naar takenpakket, zijn dat mensen dat sociale wetgeving moeten kennen, dat gaan moeten verbanden leggen, dat mensen met loonbeslagen gaan moeten begeleiden, dat gaan moeten de RSZ, dat gaat veel verder dan louter puur administratie. Het wordt heel complex personeelszaken. Je hebt daar een hele boete wetgeving en als je dat dan weer afweegt tegenover puur administratie, dan klopt dat niet. Dan ben je niet naar dat profiel op zoek, maar ben je echt naar mensen op zoek, dat project matig kunnen werken, dat kunnen wetgeving verwerken, dat ook wetgeving met elkaar in contact kunnen brengen en daarom dus die opwaarderingen van de functies samengevoegd met dat knelpuntenberoep. Eigenlijk daarom deze keuzes. Els, ja? Diensthoofd schoonmaak, wordt die ook ingezet op het werkterrein? Bijspringen of zo? Dat wordt... Dat is al gebeurd in het verleden. Dat is natuurlijk niet het oorspronkelijk doel. Het oorspronkelijk doel is vooral het aansturen van de mensen en de planning opmaken van die mensen en te zorgen als er uitval is, dat we dat zo snel en zo goed mogelijk kunnen opvangen. Waar we bijvoorbeeld de laatste jaren al enorm in geëvolueerd zijn, is ook het flexibel inzetten van die poetsmensen. Waar vroeger werd er iemand aangesteld en dan was dat, ik werk in de BIP, ik werk in TAC, ik werk zo per site. Wat doen we nu? Eigenlijk zeggen we nee, wij stellen gewoon een poetsvrouw, poetsman aan en die heeft wel zijn vaste tewerkstellingsplaats, maar toch kan dat ook zijn dat we zeggen, nu ga jij een week bijspringen, ik zeg maar iets, in het onderwijs, in school ter Els, ik zeg nu maar iets, omdat we daar een tekort hebben of iemand ziek is. Dus dat is eigenlijk die taak, maar het is wel al gebeurd dat zij soms wel een keer invalt om dat te doen, maar dat is eigenlijk heel uitzonderlijk. Dat is echt als we met de handen in het haar zitten van nu hebben we echt geen oplossing en hier moet iets zijn. Zij gaat vooral zoeken naar mensen om snel te kunnen schakelen. Mm-hmm. Goed, dan ga ik naar de volgende. Ah, sorry. Nee. pagina 5 dan. Daar is er bij IT een B4, B5 IT bijgekomen. En dat heeft eigenlijk te maken met de digisprong, dat jullie allemaal wel weten vanuit de overheid. Dat is waar men gaat meer inzetten op ICT-infrastructuur in de scholen, waar je ook daar extra bij de laptop, de tablets hebt van de scholen. Die uitwerking, daarvoor gaan wij iemand eigenlijk extra aanstellen om echt specifiek voor de onderwijs over de verschillende scholen rond IT te werken. B4, B5, omdat dat uiteraard vergelijkbaar is met de functies die we nu intern in onze organisatie hebben. Dat zijn ook B4, B5 functies. Eigenlijk naar functieweging is dat hetzelfde. Ook IT, ook knelpuntberoep. Als je naar de VDAB-lijst gaat kijken, wat er daar vroeger B-niveaus hadden al is opgetrokken, gewoon louter om een beetje te kunnen concurreren met die privémarkt, waar we uiteraard niet in slagen, maar waar dat je dan toch met die opwaardering een meer juister profiel kan aantrekken. Dus dat is eigenlijk alles met onderwijs te maken. Dan grondgebiedszaken. Daar ga je niet zoveel wijzigingen zien. Ik heb het in mijn inleiding gezegd. Dat is in juni vooral grotendeels al die wijzigingen doorgevoerd. Wat is daar de wijziging? Dat is
puur een beetje textueel ook. We hebben daar onder wonen en werken hebben we omgeving geplaatst, waaronder de omgevingsambtenaar. En die omgevingsambtenaar, dat gaat geen leidinggevend profiel meer zijn. De leidinggevende is de beleidscoördinator dat je daar bovenaan voelt. Dat is eigenlijk een andere invulling van die functie, waardoor dat een omgevingsambtenaar meer zich op zijn specifieke taken als omgevingsambtenaar kan toespitsen. Dus dat betekent dat die een beleidscoördinator al die mensen dat je daaronder vindt, onder omgeving, maar ook economie, zal aansturen. Dus dat is een wijziging. En dan bij de B1, B3-deskundigen stond daar in het vorige organogram 1 statutair en 2 contractuele. Nu, en daar stond deskundigen. Nu, welke deskundigen zijn dat? Dat is milieu, duurzaamheid en omgeving. Nu, daar hebben we geopteerd om dat 3 contractuele te maken. Dat is ons vorige keer een beetje ontgaan. Het is heel onlogisch dat je daar 1 statutair gaat maken en 2 contractuele. Dus dat zijn eigenlijk gewoon 3 contractuele functies geworden. Dat zijn de aanpassingen. Hier. Els, ja? Die functie van omgevingsambtenaar, wilt je dat nog eens herhalen? Hoe ziet je dat? Wel, vroeger was een omgevingsambtenaar de leidinggevende van de deskundige omgeving en van die administratieve medewerkers daaronder. Nu is die omgevingsambtenaar, die functie, is geen leidinggevende functie meer. Is louter iemand dat zich vooral op die dossiers kan toespitsen. En het leidinggevende van die dienstomgeving gaat nu in het takenpakket zitten van bovenaan daar bij uw beleidscoördinator. Maar die omgevingsambtenaar, kan die ook nog verbaliseren? Ja. Dat blijft daar. Voor de rest qua inhoud blijft dat eigenlijk hetzelfde. Het is enkel dat leidinggevende aspect. Dat hebben we naar een echelonneke hoger gebracht, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dan gaan we... Die functie staat nog vakant, of niet? Die functie, je weet dat, hè, Gerda, wij doen eerst alles bij interne mobiliteit en bevordering. Ja, ja. Is nu bij interne mobiliteit en bevordering vakant verklaard. Die procedure gaat nu lopen. Als die voltooid is en we hebben geen geschikte kandidaat gevonden, zal dat extern gebeuren. Is er wel iemand dat uit die bevorderingsprocedure komt, wordt dat intern ingevuld. Hè, en zal de functie dan van die medewerker dat dan bevordert vakant verklaard worden. Oké, ja. Dan pagina 8 zijn louter textuele aanpassingen. Pagina 9, daar stond nog de estafettendienst opgenomen met een technisch medewerker. Dat hebben we eruit gehaald, want we hebben de estafettendienst, dat is eigenlijk qua takenpakket opgenomen. Dat komt later terug bij vrije tijd bij zaalwachters. Dus de zaalwachters die nemen ook de estafettendienst tot hun. Dus daarom is dat hier verwijderd. En dan had je eigenlijk onder infrastructuur had je ook nog een kolommetje waar dat dan eigenlijk magazijn stond. En daar hebben we onder infrastructuur gebracht. Het is ook puur een herplaatsing, maar waar dat we wel de functie van magazijnier ook opgewaardeerd hebben naar D4, D5. Ook hier louter, als je ziet, die magazijnier, die gaat een aantal administratieve skills ook moeten hebben, want die gaat alles moeten inputten in een bepaald softwareprogramma. Die gaat dan uiteraard instaan om het magazijn op orde te zetten en al. Maar omwille van die administratieve skills dat je eigenlijk verwacht, zien we daar ook, kan je dan niet naast een arbeider zetten op D1, D3 en doen we die opwaardering naar D4, D5. Dat is eigenlijk de enige aanpassing dat hier dan veranderd is. En dan, Wim, we zijn er bij leven en welzijn. Daar zullen we dan even misschien met een boet van Wim beginnen. Dienst samenleving. Daar hebben we van gemaakt samenleving inclusief noodplanning. Daar hebben we de B4, B5 coördinator, die hadden we contractueel opgenomen in vorig organogram, hebben we ook naar statutair omgezet. Dat heeft weer te maken met die parameters dat we naast die functie hebben gelegd. Leidinggevend profiel, als je kijkt naar alle andere B4, B5 niveaus, zijn ook statutaire functies, dus we trekken die lijn verder. Daarom is dat gewijzigd. Onder samenleving hebben we eigenlijk 2 opsplitsingen gemaakt, integratie en verbinding en anderzijds veiligheid.
Onder integratie en verbinding hebben we 2 opbouwwerkers. Daar stond 1 opbouwwerker. Daar zouden we naar 2 opbouwwerkers willen gaan. En dan ook de gemeenschapswacht. Die was al voorzien. En onder veiligheid zouden we een halftijdse B4, B5 sanctionerend ambtenaar en 2 FTE's, toezichthouders veiligheid C1, C3. Zijn daar vragen over? Want daar gaat Wim heel gericht kunnen op antwoorden. Wacht, hè. Ik heb daar wel een vraagje over. Ja. Over die jobinhoud eigenlijk. Van een toezichthouder veiligheid. Wat is dat juist iemand? Wat die persoon gaat doen, bedoel je, Koen? Ja. Wat de inhoud van die job gaat zijn. Ja, dat gaat vele lijzen. Takenpakket eigenlijk, als ik het nu kort moet schetsen, zijn 4 delen die je gaat moeten doen. Enerzijds gaat dat de gastvaststeller worden. Dus dat gaat de persoon worden die de opleiding gaat volgen om benoemd te worden en ja, effectief gastverslagen te kunnen opmaken. Iets wat we nu binnen onze gemeente niet kunnen doen en waar we beroep op zouden moeten doen via politie. We zagen echter dat politie de afgelopen jaren 2 of 3 gastboetes uitschreven. En vorig jaar was dat er 2 of 3. Voor corona was dat ook niet bijster beter. Was dat 3 à 4. Dus vandaar, ja, die gastvaststelling kunnen wij dus ook als gemeentebestuur zelf opnemen. Dat is dus 1 takenpakket dat daaraan wordt toegevoegd. Tweede luik, maar dat is mijn punt waarvoor ik eigenlijk hier ben, is voor het parkeerbeleid. Dus toezicht op parkeerbeleid is het 2e takenpakket dat daarbij gaat komen. Het 3e zijn eerder paralleltaken die wij gaan overnemen of mee gaan ondersteunen. Overnemen is niet het juiste woord, maar mee ondersteunen bij andere diensten. Bijvoorbeeld inname van openbaar domein. Is eigenlijk een verantwoordelijkheid ook gedeelde verantwoordelijkheid van politie / gemeentebestuur. Maar we zien dat dat eigenlijk ook niet volledig goed draait, waardoor dat die toezichthouder veiligheid de controles op het inname openbaar domein ook kan uitvoeren. Dat is nu 1 voorbeeld, maar er zijn verschillende voorbeelden van dienstoverschrijdende samenwerking. Als we dan nu bekijken, zien we bijvoorbeeld een lijst van 20 aanvragen, waarvan er 10 niet correct zijn gebeurd. Ik ga nu zeggen, 4 meter wordt aangevraagd, maar eigenlijk gaat het hier over 12 meter. Dus dat zijn uiteraard financiële lasten die dan niet correct worden gedragen door de burger. En anderzijds zien we gewoon heel veel fenomenen opduiken dat niet gecontroleerd worden. Er staat bijvoorbeeld een chemisch toilet in de dorpskern van Onderzeel. Daar is geen aanvraag voor gedaan, dat staat in het midden van het voetpad. Ja, daar moet dan wel op gereageerd worden, in dit geval vanuit gemeentebestuur, dus zal ook een van de taken zijn van die toezichthouder veiligheid. En dan het 3e luikje, dat heeft dan meer cohesie met de gemeenschapswacht nu. Als wij de gasuitrol gaan doen, volgend jaar, dat is in 2022 gepland, zal dat ook altijd gefaseerd verlopen. Ook voor de burgers is dat het meest duidelijke. Om een voorbeeld te geven, als we ons gaan inzetten op zwerfvuil, gaan we niet zeggen van vandaag op morgen, als jij vandaag een sigarettenpeuk op de grond smijt, ga je een boete krijgen van €300. We gaan dat uiteraard gefaseerd, we gaan eerst de burgers informeren, we gaan daar ook op sensibiliseren. Dat is ook een van de taken van het toezichthouder veiligheid. Dus eigenlijk bijvoorbeeld 2 maanden sensibiliseren, mensen daar proactief over aanspreken, wegwerpafspraken bijvoorbeeld meegeven, ik verzin u maar iets. En pas na die 2 maanden gaan we dan overgaan tot het repressieve luik daarin. Dus dat is eigenlijk het 4e takenpakket van een toezichthouder veiligheid. Ja, dank u wel. En dan nog die noodplanning. Dat juist in nood? Ah ja. Ja, noodplanning gaat ook naar die samenleving overkomen. Dat is voor mijzelf nu nog een beetje een blinde vlek, omdat dat nog niet in mijn dienst zit, hè, maar dat zit nog bij dienst GGZ. De bedoeling daarvan is dat we tweedelig, hè, dat we eigenlijk driedelig. Op dit moment worden nu zeer grote evenementen, worden die allemaal gestuurd door een administratieve kracht binnen vrije tijd, die eigenlijk alleen de inschatting gaat maken van oké, wat moet er hier op veiligheidsvlak gebeuren. Dat willen we al sowieso optimaliseren, dat daar een B-profiel ook zeker naartoe kijkt met de nodige opleidingsachtergrond. Hè. Dus daar moet ook nog een opleiding tot noodplanambtenaar gevolgd worden. Ook bij zulke evenementen bijvoorbeeld, dat daar wat meer inzicht in kan geven van hoe, als wij bijvoorbeeld een Slinkse Simpson organiseren, wat trouwens schitterend georganiseerd is, maar het is maar zo'n omvang van evenementen, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk begeleiden en veiligheidsmatig in noodplanning verwerken? Iets wat dan nu
goed wordt opgenomen door de administratieve kracht binnen vrije tijd, maar we zien dat als extra. En dan ten tweede, ja, de bestaande protocollen die er nu zijn, zouden eigenlijk opnieuw onder de loep moeten genomen worden. Dat is ook een taak van een noodplanambtenaar die onder ons in dienst gaat vallen. Waarbij de sanctionerend ambtenaar de eigenlijke noodplanambtenaar zal worden en waarbij ik als coördinator de backup noodplanambtenaar zal zijn. Dus dat we voortaan ook aan het gemeentebestuur met twee noodplanambtenaren zijn in plaats van één iemand. Ja. Maar dat gaat dan bijvoorbeeld ook over evacuatieoefeningen en die toestanden? Over stromingen en dergelijke, dat valt allemaal onder noodplan. Crowdcontrole en toestanden. Ja. Ik wou er nog even tussen komen. Nu doe Guy de Bont al. Guy is officieel noodplanambtenaar. Dus nu voor de pandemie bijvoorbeeld... is hij diegene die officieel noodplanambtenaar is, die wordt aangemaild, die al informatie krijgt van de noodplandienst van de provincie. Maar hier moet dat daar tussendoor pakken. Als je al weet welke verantwoordelijkheid dat je heeft op openbaar domein, dat is eigenlijk onverantwoord. Hier heeft dat gekregen naar aanleiding van het feit, dat gaat dan nog verder, dat was in de vorige legislatuur, zat dat bij Hans Lachmulders. Hans Lachmulders werkte voor de brandweer, maar de brandweer was toen nog... Dat stond nog op de payroll van de gemeente. En Anne die maakte die A-NIPS, die B-NIPS, al die veiligheidscharters, die maakte dat allemaal op, minuscuul tot in de grootste details. Die deed dat voortreffelijk. Maar ja, dan is de brandweer opgegaan in de grote zone. En Anne kon dat uiteraard niet meer doen. Dus dat is gestopt. En vandaar is dat eigenlijk, is hij zo wat daar de Chinese vrijwilliger geworden. Maar ik vind zelf ook als burgemeester verantwoordelijk voor alle veiligheidsissues die er zijn. Ondanks het feit dat Guy zijn best doet, is dat niet verantwoord. Die zou moeten ook kunnen zich bijscholen en daar meer mee bezig zijn. Hij beseft dat ook. En hij heeft dat ook aangekaart in het kader van opmaak van het organogram. Om te zeggen, het is een keer tijd dat we daar een keer een definitieve bestemming... definitief iemand voor aanwijzen... die dat daar ook tijd van kan voor vrijmaken om dat goed op te volgen. Dus vandaar komt dat. Ja. Alright, dankjewel. Ik had eigenlijk nog een algemene vraag, als ik mag. Als ik zie, want ik begrijp dat in de huidige context van knelpuntberoepen en toestanden en niemand vindt nog werknemers, maar als ik zie hoeveel contractuelen dat erover gaat, geheveld worden naar statutair, is dat niet een beetje een paniekreactie op de leegloop die er geweest is het laatste jaar? Nee, want dat is toch mijn mening, dat je nu statutair of contractueel, dat is eigenlijk echt gewoon wat we ooit hebben vastgelegd van parameters, dat zijn voor ons functies, vinden wij het vooral belangrijk dat daar uniformiteit over is. En wanneer dat je in een organogram bepaalde, je parameters bepaalt, ik zeg maar leidinggevende profielen of bepaalde verantwoordelijkheden, of bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, gevoelsmatige functies, ja, dan begin je eigenlijk een onderscheid op de werkvloer te creëren. Als je zegt van, die persoon zijn statutair, die contractueel, omdat dat eigenlijk parameters zijn waar we naar verwijzen. En dan komen medewerkers vragen, waarom ben ik contractueel, waarom is die statutair? En dan ben je eigenlijk niet meer wat je zelf hebt vastgelegd aan het naleven. En dit is eigenlijk gewoon het terug waar dat we eigenlijk al vorige legislatuur die parameters bepaald hebben, om die eigenlijk naar die functies terug door te trekken. Te passen, ja. Oké, dank u. Dus die samenleving hebben we dan gehad. Dan zie je daar ook nog op pagina 10 bij burgerzaken. Daar zie je, daar heb je de coördinator. En daar hebben we tussen de coördinator en de administratie van burgerzaken een B1, B3 teamverantwoordelijke burgerzaken extra opgenomen. En dat heeft eigenlijk te maken met, omwille van het feit, nu die in dienst burgerzaken, dat is ook allemaal in evolutie. Daar komt veel meer wetgeving bij kijken. Daar komt... jullie weten dat, hè? Al heel het gedoe rond gender, adreswijzigingen, alles, hè? Daar worden die mensen ook mee geconfronteerd. En eigenlijk merken we op dit moment dat daar een beetje gebrek aan expertise is. En dan bedoel ik expertise, iemand dat de moeilijke dossiers, de overkoepelende dossiers, tot zich kan nemen. Waarom? Nu heb je hier bovenaan een B4, B5-coördinator, die eigenlijk heel die boot daaronder, dat is zorgloket, welzijnsloket, burgerzaken, hè, sociale dienst, moet aansturen.
En eigenlijk niet zoals vroeger, hè, had je daar een dienst of burgerzaken alleen. Die persoon kon zich alleen op die burgerzaken toeleggen. Dat is veel ruimer geworden, waardoor het voor die coördinator niet mogelijk is om alles in detail mee op te volgen wat daar op die dienst burgerzaken beweegt. En vooral dan naar wetgeving, waar het toch belangrijk is dat we bijblijven, dat we het juiste doen, dat we ons mensen kunnen opleiden, hè, dat zij mee zijn met die nieuwe wetgeving. En daarom hebben we er ook voor gekozen om daar toch terug op te zetten, in te zetten op een B1, B3, iemand dat eigenlijk die moeilijke dossiers, ook wat de aansturing en de planning van die dienst burgerzaken op zich kan nemen, qua ontlasting voor die B4, B5 coördinator. Dus daarom die functie daar opgenomen. Bij welzijnsloket zie je daar dat we van 5,5 naar 6,5 FTE maatschappelijk werkers gaan. Dat heeft te maken eigenlijk met de stijgende vraag, allee, stijgende lijn van de leeflonen en dergelijke. Hè. Dus dat wordt heel goed bijgehouden bij elk dossier, hoeveel uren man of vrouwkracht dat daarachter zit. En als we dat eigenlijk in kaart brengen, zien we dat we met ons 5,5 FTE gewoon alle vragen niet meer kunnen opvangen, tenzij dat we het louter puur een financieel gegeven wordt. We betalen uit, maar we werken niet rond die dossiers. En we vinden dat sociale uiteraard ook ontzettend belangrijk en willen we inzetten bijvoorbeeld om toch nog mensen die het moeilijk hebben te laten doorstromen naar de arbeidsmarkten, om mensen die het moeilijk hebben bepaalde doorverwijzingen, bepaalde ondersteuningen te geven, dan moeten we daar uitbreiden van personeel om eigenlijk die minimum hulpverlening toch nog blijven aan te bieden en te voorzien en het niet puur louter wat dossiers en uitbetaling van leeflonen en dergelijke. Dus daarom die stijging naar 6,5 FTE. Dan de vrije tijdsector. Daar is er ook een B4, B5 stafmedewerker onder de coördinator vrije tijd. Waarom? Omdat het doel van die dienst is, die is volop in evolutie. En het doel is eigenlijk om al wat dat daaronder valt, hè, huis van het kind, sport, jeugd, cultuur, bibliotheek, daar één grote afdeling van te maken, waar we ook eigenlijk niet meer zo per site of per afdelingetje gaan denken, maar in een groter geheel. Die coördinator is de algemene leidinggevende en moet uiteraard waken dat al die projecten, want dat zijn natuurlijk een afdeling met heel veel projecten, daar goed verlopen, maar krijgt daar dan ondersteuning van een stafmedewerker, hè, om eigenlijk toch mee te waken over die administratieve opvolging of projectopvolging. Vrijwilligersloket is puur louter een aanpassing van tekst. En dan bij de bibliotheek, daar waren 2 FTE's voorzien, deskundigen. Daar gaan we naar 1,6 FTE. Dat is eigenlijk doordat we die stafmedewerker daarvoor zien op B4, B5 niveau, kunnen we daar, is dat een werklastmeting gebleken, kunnen we daar wel 0,4 uitsparen op dat deskundig niveau. De administratief medewerkers in de BIP blijven hetzelfde. Dan de vrije tijdsconsulenten. Daar hadden we 2 vrije tijdsconsulenten. Daar gaan we naar 3 vrije tijdsconsulenten gaan. En eigenlijk als we nog een beetje denken in die hokjes van hoe dat het nu is opgesplitst, is dat jeugd, sport en cultuur. We zien dat op eenzelfde niveau. En we willen dan ook daar naar 3 vrije tijdsconsulenten op B1, B3 niveau gaan. De administratief medewerkers zou dan, daar stonden 2 FTE's, dat zou 1,8 FTE worden. En de zaalwachters die stonden daar al onder en vangen dus ook die estafettedienst op, waar ik bij GGZ zei dat die weggenomen was. Huis van het kind is ook niks aan gewijzigd. Dus die vrije tijdsconsulenten, Els, dat is jeugd, sport en cultuur? Ja, ik wou het benoemen. De bedoeling is dat die overkoepelen. We zitten daarmee in mansdienst. We willen daar eigenlijk vanaf. We willen dat daar dublures zijn. We willen dat collega's elkaar kunnen opvallen. En we willen daar toch wel wat dienstoverschrijdend werken. Maar om u te zeggen waarom die 3, is eigenlijk inderdaad, als we nog kijken naar het vorige organogram, is dat jeugd, sport, cultuur. Ja, dat bestaat toch al op 3? Ja, maar daar stonden er 2. Je had daar eigenlijk 2 vrije tijdsconsulenten op B-niveau en dan had je 1 administratief medewerker nog. En daarom hebben we gezegd, als we eigenlijk, Gerda, jij weet dat bij naam en toenaam, ja. Je hebt Piet, je hebt Tineke. Monique. En je hebt Monique. En Monique die ziet, die doet eigenlijk een gelijkwaardige functie dan Piet en Tineke.
dan Piet en Tineke, maar wel op niveau eronder. En dat is eigenlijk niet, we hebben dat opgetrokken, want dat is alle drie voor ons. Hebben we dezelfde verwachting, hebben we dezelfde functieweging als we die functiekaarten naast elkaar leggen. En daarom is dat eigenlijk een opwaardering van die functie. En ga dan naar drie vrije tijdsconsulenten. Los van de personen, hè Gerda. Ik ben hier niet naar functie, maar het was om het een beetje te kunnen in kaart brengen. Ja. Goed. Dan bij onderwijs, pagina 11, zijn geen wijzigingen, puur textuele wijzigingen. En helemaal onderaan dan heb je nog het woonzorgcentrum. Daar hebben we het diensthoofd facilitair team, is ook een functieweging. Dat is eigenlijk iemand dat met preventie van het woonzorgcentrum bezig is. Iemand dat daar de aansturing doet, zowel van het technisch team als het schoonmaakteam. Die functie was ingeschaald op D4, D5 niveau. Daar hebben we ook een opwaardering naar B4, B5 niveau. Omdat als we dat weer naast onze coördinatoren in het organogram leggen, is dat dezelfde functieweging. Dus dat is een opwaardering van die functie. En dan onderaan heb je, daar had je vroeger animatieteam en dan de therapeuten. Daar hebben we dat nu samengebracht. Wonen en leven noemen we dat en therapeuten. Therapeuten zijn de ergotherapeuten, die waren al voorzien met 2 FTE's. Kinesistherapeuten was 1,5 FTE, daar gaan we naar 2 FTE. Dat is puur louter op de nood dat Jenny heeft aangekaart, hè, van, dat die nood er is om naar 2 FTE te gaan. En dan heb je, en dat is wel een structurele wijze, heb je daar onder wonen en leven. Daar heb je eigenlijk een hoofdanimator op dit moment en één animator. Daar is de keuze als de hoofdanimator de organisatie verlaat, dus die functie uitdovend te maken en hem meer in te zetten op hoofdanimator, maar de aansturing door de hoofdverpleegkundige te laten doen en eigenlijk in te zetten op meer animatie, meer direct contact met die bewoners, daar meer te kunnen op inzetten en daar naar 3 FTE-animator te gaan. En dan wel ook, dus die B1, B3 wordt dan meer ingevuld. En ook bij logistiek assistent heeft Jenny dan een half tijd zijn ingeleverd en is ze van 4,5 naar 4 gegaan bij logistiek assistent. Om eigenlijk, ze wil vooral echt inzetten op dat animatieteam van 1 naar 2 FTE. Ik denk dat dat hier de grote wijzigingen zijn. Ja. Oké, dankjewel Els. Voor de toelichting. Zijn er voor de rest nog algemene vragen daarover? Koen, ik zie u al. Ja, één ding dat niet veranderd is, op pagina 4, dat is de extramurale poetsdienst. Hoe ver staat het met die dossier, alstublieft? Jullie weten, want dat is op de raad geweest, hè, dat wij daar is de beslissing genomen om met Ferm door te gaan. Dus wij zijn nu eigenlijk in onderhandeling met Ferm en we zijn daar nog voorbereidingen aan doen. Dat zijn dan vooral financiële voorbereidingen. Hè, kijken van, kijk, personeel dat we hebben, arbeidsvoorwaarden voor die mensen. Hoe gaan we die behouden? Daar moeten ook nog een aantal beleidskeuzes genomen worden. Dus we zitten daar nog eigenlijk volop in de onderhandelingsfase. En daarom hebben we ook geen aanpassing gedaan in het organogram, omdat we eigenlijk ook puur humaan voor die mensen. Je kan dat daar nog niet uithalen, nog niet doen, zolang dat die beslissing niet officieel hier genomen is. Dus daarom is daar geen wijziging doorgevoerd. Maar we zijn daar wel nog mee bezig uiteraard en we zijn daar vooral in onderhandeling met Ferm. Ja, oké. Okay. Ik had nog een vraagje. Ja, sorry. Maar is er een berekening gemaakt? Want wij krijgen hier van alle veranderingen van statuten te bekijken, maar wij krijgen geen enkele berekening van het impact financieel. Jawel, dat is de meerjarenplanning. Hè. Dit is allemaal mee opgenomen in de meerjarenplanning. Als je de meerjarenplanning toegelicht krijgt, Anne, nu moet ik even zien, is dat straks? Of, straks, dan zit daar het personeel mee in opgenomen. Hè. Dat is de financiële weerslag. Formatie zit trouwens in bijlagen ook bij. Hè. Dus in de formatie kan je perfect zien hoeveel FTE's dat er nu uitgebreid zijn, waar dat die verhogingen zich vastzitten. Maar de meerjarenplanning, daar zie je de financiële impact. Oké. Straks, hè. Dank u wel. Dat was dan qua vragen voor Els. Precies wel. Wim mag gaan badminton zeggen.
Nee, Wim nog niet. Wim nog Wim, niet. Wim nog niet. Nee, inderdaad. En Els, die gaan niet badmintonnen, dus. Oké, dankjewel Els. Graag gedaan. Dankjewel. Els, bedankt. Dankjewel. Bedankt. Goedenavond. Oké, Wim, dan komen we direct bij u, zodat je misschien toch nog kunt gaan badmintonnen, zometeen. Dan komen we wat parkeren. Ik zal misschien kort mijn scherm delen betreffende het parkeer-retributiereglement. Ik zal misschien heel kort dat reglement even overlopen als er dan vragen zijn. Het is een vrij eenvoudig reglement. Dus. Normaal gezien zouden jullie mijn scherm nu moeten zien. Klopt dat? Dat klopt. Ja, oké. Voilà, dus er was al een parkeerretributiereglement uiteraard verbonden aan APCOA. Dat parkeerretributiereglement was zeer, zeer sumier, besloeg 1 bladzijde maximaal. Dit reglement is iets uitgebreider, ja, meten ook omdat we vanaf nu, vanaf 1 april 2022, het parkeerbeleid in de gemeente in eigen beheer willen nemen. Beslacht dat ook wat meer juridische tekst uiteraard die daar moet in vermeld worden. Waarin dat artikel 1 is eigenlijk de algemene regelgeving. Wat is dit retributiereglement en op wat slaat het? Ja, op de blauwe zone uiteraard. Artikel 2 is het grondgebied van Londerzeel met daarin de volgende blauwe zones. Dat is letterlijk overgenomen van de huidige gelde zone. Dus er is geen aanpassing gebeurd, er is niks bijgevoegd of weggenomen. Dat is de blauwe zone zoals die vandaag de dag bestaat in ons dorp. Artikel 3 is een nieuw artikel, is een artikel dat er is bijgevoegd met bedoeling voor evenementen, maar evenementen in brede zin van het woord kan ook bijvoorbeeld zijn dat het Heldenplein bijvoorbeeld zou gedurende een maand open liggen. Dat zorgt voor een kleine parkeerinfarct in onze gemeente bijvoorbeeld. Dan zouden wij vanuit het college van burgemeester en Schepenen tijdelijk, de nadruk ligt erop tijdelijk, een bepaalde straat bijvoorbeeld bijkomend als blauwe zone kunnen aanduiden. Dat gaat vermoedelijk niet van toepassing zijn, maar we hebben het toch bewust ingeplaatst met de geplande toekomstplannen van onze gemeente, waardoor dat we iets flexibeler kunnen inrichten op de blauwe zone. Artikel 4 is opnieuw de wettelijke bepalingen, dus 2 opeenvolgende uren dat u mag parkeren in de blauwe zone, dat is niks nieuw, dat is standaard. Forfaitair bedrag of eigenlijk het boetebedrag. Hè, als u niet voldoet aan onderstaande voorwaarden, wordt een forfaitair bedrag opgelegd van €20. In het verleden was dat stevast €15. Wij hebben navraag gedaan bij onze buurgemeente. We zijn een van de laatste gemeenten die nog tarieven hanteren van €15. Het gemiddelde bedraagt €25. Dus wij hebben voor de Gulden Muddenweg gekozen. En hier het tarief geplakt van €20, waarin dat we bijkomend ook de nadruk op willen leggen dat de meeste gemeenten ook al betalend parkeren aan het uitrollen zijn, of al hebben. Denk aan de gemeente Puurs, daar is al betalend parkeren in voegen. Andere gemeenten zijn die pisten aan het bekijken. Dit reglement is opgesteld en die tariefverhoging is net de bedoeling, zodat Londerzeel betalend vrij geparkeerd kan blijven worden. Enkele reekse wettelijke bepalingen. Ga ik niet tot in detail overlopen. Die standaard in het reglement moeten opgenomen worden. Het parkeren voor personen met een handicap is uiteraard gratis. Hè. Ook hier is dan de wettelijke bepaling dat er een kaart of een geldende kaart voor de achteruit geplaatst moet worden. Dit reglement beslaat niet op foutparkeerders op plaatsen van personen met een handicap. Hè. Dat is niet gerechtigd via een parkeerretributiereglement, maar dat is gerechtigd via gas. Dus dat zal in de loop van april, mei volgend jaar mogelijk worden om die mensen die vrij asociaal parkeren, om die te bekeuren. Maar dat valt niet onder dit parkeerretributiereglement, dat is gasreglement. Hè. Goed, artikel 5 is wie verschuldigd is om te betalen. Dus uiteraard de eigenaar van het voertuig. En we hebben dan samen met de financiële directeur, met Christel, bekeken hoe we het proces of de financiële flow van opvolging ter harte gaan nemen. Hè. Nu wordt dat uitbesteed aan APCOA, vanaf 1 april gaan we dat zelf in beheer nemen. We hebben dus een nieuw financieel kader uitgewerkt bij wanbetaling. Wij geven 7 kalenderdagen de tijd, hè, van zodra iemand een boete achter zijn ruitenwisser heeft ontvangen, heeft hij 7 kalenderdagen de tijd. We weten dat dat vrij kort dag is, maar het gemiddelde in Vlaanderen is 5 kalenderdagen, dus nog korter. We weten dat wij APCOA ook 7 kalenderdagen is. Dus we wouden dat aligneren. Dus hebben we ook hier gekozen voor 7 kalenderdagen.
Betaalt de burger na 14 dagen niet, dus er zit eigenlijk een extra week bij, dan gaan wij per post een eerste aanmaning versturen. Dat is gewoon via de reguliere post. Dat is een zeer beleefde brief van vermoedelijk bent u het vergeten, hè, maar u heeft een parkeerattributie ontvangen, gelieve overgaan tot de betaling. Hè. Wij rekenen hiervoor geen kosten aan. 4 weken na ontvangst van de parkeerboete gaan we een tweede aanmaning sturen. Deze keer onder een aangetekend schrijven. Zal ook een iets dwingerende brief zijn. En we rekenen daar ook €15 bijkomend administratiekost aan. Voor ja, onder andere het aangetekend schrijven en de blijvende opvolging van wanbetaling. Het derde stuk, dat is als er na 6 weken van ontvangst van het boetebedrag of van de boete in het algemeen nog steeds geen betaling is overgemaakt, dan maken wij het dossiertje over naar het incassobureau waar onze gemeente mee samenwerkt. In principe worden alle facturen, met uitzondering van schoolfacturen, ook via datzelfde incassobureau verder verwerkt na 6 weken. Dus dat is ook niks nieuw. Wij hebben dat ook gealigneerd met de huidige financiële tijdslijn die Christel hanteert bij haar facturen, is eigenlijk dit retributiereglement dezelfde weerspiegeling. Artikel 6, ja, ook dit is niet veranderd. Hè. Dus blauwe zone parkeren van maandag tot zaterdag, van 9 tot 6, met uitzondering van zondag, feestdagen en op 11 juli. Dan zal er geen controle uitgevoerd worden door onze toezichthouder veiligheid. Hè. Artikel 7, zorgparkeerkaart zal vermoedelijk later nog, ik weet niet wanneer het gepland staat op een GR7 GR, maar het zorgparkeren is eveneens een project waar onze sociale dienst en mobiliteit mee bezig is. Dat gaat over houders van bijvoorbeeld mantelzorgers bijvoorbeeld, die iemand komen verzorgen of het verpleegkundig personeel enzovoort. Die kunnen een zorgparkeerkaart aanvragen. En die worden uiteraard, als zij dat zichtbaar plaatsen achter hun achteruit, vrijgesteld van parkeren in de blauwe zone en de regelgeving daarvan. Als u een aanvraag of een correcte aanvraag voor inname openbaar domein heeft aangevraagd, zal u voor dat stuk ook vrijgesteld worden. Dat is uiteraard enkel voor de zone waarin de blauwe zone actief is. Nog een korte artikel over betwisting. Hè. Dus als het niet zichtbaar achter de achteruit is, wij nemen daar of de toezichthouder veiligheid zal daar ook foto's van nemen. Hè. En dat zal opgeslagen worden in een logboek. Als dat niet zichtbaar achter de vooruit is, is er eigenlijk geen discussie. Dat slaat op artikel 9. Artikel 10, ja, het is misschien vrij logisch, maar goed, voor de slimmeriken die 3 of 4 parkeerschermen op verschillende uren zouden plaatsen achter hun vooruit, is dat ook uitgesloten onder artikel 10. Artikel 11 is vooral voor noodplanning, dus als er iets zeer krachtig zou... artikel 13, sorry. Artikel 11 gaat over de parkeerwachters die benoemd moeten worden, dus de toezichthouder veiligheid zal pas parkeerboetes mogen uitschrijven zodra hij of zij bekrachtigd is op de gemeenteraad. Hè. Dus van zodra dat aanwerving gebeurd is en ik de naam van het personeelslid heb die ons team zal vervoegen als toezichthouder veiligheid, zal ook daar nog een punt komen op de gemeenteraad, puur administratief, om die goedkeuring op de gemeenteraad te bekomen. Zodat die ambtenaar aangesteld wordt als parkeerwachter. Artikel 12, ja, het geeft geen recht op bewaking. Het is niet omdat je een retributie zou betalen, dat je daardoor meer rechten zou verwerven op bewaking, lijkt me logisch. Artikel 13 is dus in het kader van die noodplanning. En artikel 14 is als iemand de retributie zou betwisten en dit zou willen brengen voor een rechtbank, dan is de rechtbank van Brussel bevoegd hiervoor. Voilà, dat was in heel korte notendop het reglement. Ik weet niet wat er vragen zijn. Nee, ik heb niks gehoord over bewonerskaart. Ja, sorry. Ja, staat er zeker in. Zijn dan ben ik daarover gegaan. Dat staat eigenlijk net voor het zorgparkeren. Bewonerskaart hebben we ook opgenomen, maar weet dat we dus geen bewonerskaart op dit moment in Londerzeel hebben. Worden niet afgeleverd. Maar ik heb het er nu wel ingezet. Moest er ooit een wijziging komen, ja, dan moet het reglement niet helemaal aangepast worden. En dan kunnen wij gewoon beroep doen daarop. Maar in C, ja, het bestaat nu niet. Dus ja, daar gaan wij ook in de uitrol of de administratieve uitrol geen rekening mee houden. Dank u. Ik heb een vraag. Dus voor de eerste brief moeten dus moeten niks betalen. Oké. Okay. Waarom? Want eigenlijk is dat ook nog kost voor de gemeente. Hè? Ja, maar nu, goed, het parkeerticketje, dat steekt achter u vooruit, heeft geregend, waait weg. Ja, dan gaat er sowieso een hele race aan betwistingen krijgen. Hè. Dan gaat er een burger zijn van, ja, maar ik heb nooit dat parkeerticketje gekregen. Ik ga niet betalen als ik het niet weet. Tegenover met de eerste aanmaning met die brief, ja, dan is het echt op je postadres geweest.
Ja, om de meeste discussie te vermijden, gaan we eerst een vriendelijke brief sturen aan een burger. We weten ook dat ja, de controles iets gaan verhogen, dat dat ook een boete gaat zijn naar de rekening van het gemeentebestuur Londerzeel, dus dat ook geen verwijzing gaat zijn naar de externe firma. Dus willen we daar ook voor de burgers, zeker na de overgang, duidelijk over communiceren. En vandaar dat daar eerst een vriendelijke reminder zal gestuurd worden om te betalen. Wat trouwens ook in de algemene financiële flow van Christel ook altijd het geval is. Zij zal ook altijd eerst een... Ja, in privéleven of ondernemingsleven gebeurt dat meestal ook. Hè. Een vriendelijke brief voordat je overgaat tot repressie. Dus dat hebben wij ook in deze gehanteerd. En dan nog een vraag. Ik hoor dit toch. Wanneer er een bepaald dus schijf vergeet te zetten. Oké, je krijgt een briefje, je wordt beboet. Op één dag, dat is voor één dag. Maar stel je voor dat je bijvoorbeeld op meerdere plaatsen op één dag. Hè, je krijgt een brief of dat briefje is vervlogen, je gepakt... gezegd van oké, ik heb dat niet gekregen en gaat ergens anders op en je hebt dat terug niet, is dat dan effectief met één boete per dag dat je kunt krijgen of meerdere boetes per dag? En daar heb ik ook aan gedacht. Dat is al zeer verregaand, die redenering, maar goed, we hebben daar wel al aan gedacht. Ik weet het niet. Hè? Het softwaresysteem waar wij gebruik van gaan maken, werkt op geolocatie. Dus wij gaan een foto trekken van een bepaald voertuig dat niet reglementair is geparkeerd, zijn de parkeerschijf ligt niet op die moment. Die krijgt een forfaitaire aanbieding van €20 voor een volledige dag. Merkt de parkeerwachter na 4 uur bijvoorbeeld hetzelfde voertuig op, maar niet meer in de stationsstraat, maar op het Heldenplein bijvoorbeeld, gaat die geolocatie afwijken, waardoor automatisch een nieuw dossier gaat opgestart worden. Wat logisch is, hè? Want ja, je blijft gewoon je verzetten in Londerzeel, in de blauwe zone, zonder te betalen. Dus ja, dat blijft... Het is niet €20 betalen en je mag vrij parkeren in heel de blauwe zone. Het gaat echt op geolocatie werken, ja. Dus wanneer dat je zo gepakt wordt of een brief of zoiets krijgt, of staat dan ook de plaats op waar de straat? Want dat is wel belangrijk. Hè? Dat was een vraag. Dat gaat meegedeeld worden in de brief die verstuurd wordt. Ja. Het staat zelfs trouwens ook op je ticketje die je achter de ruitenwisser zult tegenkomen. Allee, ik hoop van niet, maar als ze mij nog nooit gepakt hebben van ergens een verkeerde parkeer, dan ken dat niet. Voorbeeld burger, hè. Ja. We moeten... Dus er is nog vragen voor Wim? Ja, nog eentje. Ja, cool. Het gaat enkel over het leggen, of al dan niet leggen, van de parkeerkaart. Hè. Dus als er iemand in de blauwe zone wil zijn kaart legt, maar op trottoir geparkeerd staat met twee banden, dat blijft voor de politie, dat zit daar niet in. Dat is, dus als het echt gaat over fout parkeren, dat heeft alles te maken met gas 4, dat is dus het onderdeel. Dat staat gepland in 2022. Ook dat zal die toezichthouder veiligheid uiteindelijk in zijn takenpakket krijgen. Maar dat is nog niet uit te rollen nu, omdat dat is juridisch. Dat moet gas 4 zijn. We hebben nog geen opleidingen voorzien. Hè. Dus het is ook een huzarenstuk om iemand ingeschreven te krijgen om de opleiding tot gasvaststeller te volgen. Ja. Dus van zodra dat afgerond is, is diezelfde toezichthouder veiligheid wel bevoegd om ook die gas 4 inbreuken te stellen. Maar dat staat in C volledig los van het retributiereglement. Dit is vooral de juridische basis voor de blauwe zone. Ja. Het gastenreglement, welke ik nu aan het opmaken ben, zal voor een gemeenteraad binnen 2 of 3 maanden zijn, denk ik. Dan komt dat aan bod. Ja. Oké, okay. Ça va. Dankjewel. Nog vragen, iemand? Nee, precies. Okay. Dankjewel, iedereen. Ja, dankjewel voor uw komst. Fijne avond nog. Dag. Dag. Ga je. Dankjewel, Wim. Dag. Oké, dan hebben we nog een half uurtje voor ons laatste punt. Dat zal normaal moeten volstaan in verband met de vergunning voor een kinderopvang. Een nieuw of een verhuis. Nu ben ik aan het denken. Zit dat nu bij het huis van het kind? Ja, toch? Hè? Ja, dat zit bij Greet. Ja. Dank u, voorzitter. Ik zal eventjes misschien ook proberen het reglement te delen. Dat is altijd makkelijker. Een momentje. Zou op komst moeten zijn. Zien jullie dit? Ja. Oké. Wel, het is zo, dus wat hier voor ligt, dat is dus dat we eigenlijk als bestuur een belangrijke rol krijgen in waar eigenlijk een groepsopvang gaat georganiseerd kunnen worden. Het heeft te maken met een opportuniteitsadvies dat nodig is, dat vanaf 1 januari 2022 in voegen gaat. En dat dus om een nieuwe locatie te gaan vastleggen van groepsopvang binnen Londerzeel.
Het heeft ook te maken met de verhuis van een locatie. Hè. Mocht die er al zijn op een andere plaats, dan wordt dat ook aangevraagd. En bij een uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen. Dus het gaat hier niet over de onthaalouders bijvoorbeeld. Het gaat echt over een groepsopvang met meer dan 9 plaatsen. Om het eventjes te overlopen, dus ja, dat is de algemene definitie. Daarnaast zien we dus dat er een soort van verloop is, een bepaald traject waarvoor we gekozen hebben. We willen dus inzetten op de dialoog en de samenwerking met de startende organisatoren van de kinderopvang. En dit dus eigenlijk om kennis te maken alleszins met die mensen die dat dan opstarten binnen Londerzeel. Je gaat dat straks zien waarom dat toch wel nuttig kan zijn. Dus enerzijds gaat dat bestaan dat voortrekt uit een kennismakingsgesprek met onze coördinator van het Huis van het Kind. En anderzijds uit een advies van stedenbouw en van dienstomgeving. Dat voortraject, dus dat kennismakingsgesprek, is dus in feite om een basis te leggen voor een verdere samenwerking. Hè. We weten dat we bij het Huis van het Kind ook enkele doelstellingen en dergelijke hebben opgesteld. Ook een visie. En dus om die daarmee te integreren, om ook eigenlijk in een ruimer vervolg alles van opvang in kaart te brengen in Londerzeel, is het wel handig dat we onze gesprekken al kunnen voeren met mensen die zouden starten binnen Londerzeel. Het gaat natuurlijk ook qua inhoud van dat kennismakingsgesprek. Dus we gaan het hebben over een omgevingsanalyse. Dus dat wil echt gewoon zeggen, ja, waar gaat het gelegen zijn? Hè? Welke impact heeft dat op de buurt? Is brandveilig en dergelijke? Pardon. Dan gaat het over de prijsbepaling. En dat heeft dan te maken op welke prijs de ouders moeten betalen. Hè. Is dat inkomensgerelateerd of gaat dat dan een vrije prijs zijn hè, als privé-initiatief? Dus dat wordt verduidelijkt. Ook hun pedagogische visie zal moeten toegelicht worden. En dan gaan wij ook dus doorverwijzen naar die dienstomgeving voor stedenbouwkundig advies. En verder gaat onze coördinator dan ook nog uitleggen welke doelstellingen het Huis van het Kind en de werking ervan zijn. En dan ook nog ons lokaal loket kinderopvang zal uitgelegd worden. En dus bijhorende software, dat is dus wat ik daarnet al zei, als we alles proberen in kaart te brengen binnen Londerzeel, dan gaan we daar ook een tool voor nodig hebben. Maar dat komt dus zeker later ook op de gemeenteraad nog voor dat te bepalen. Verder zitten we dus aan het voortraject aan zich. Hè. Dus de organisator van de kinderopvang moet dus een advies inwinnen bij de omgeving om te kijken wat kan en niet kan uiteraard. En nadien zijn er enkele voorwaarden die we willen vastleggen voor het opportuniteitsadvies. Dus enerzijds bestaat dat uit dat kennismakingsgesprek, anderzijds uit dat stedenbouwkundig advies. Maar ook bijvoorbeeld de locatie. Hè. Die moet toch ook al wel gekend zijn en meegedeeld worden. En ook een potentiële startdatum die zou moeten gekend zijn en doorgegeven worden. Verder bij artikel 6 zien jullie dat de aanvraag van het opportuniteitsadvies dient te gebeuren via het e-loket. En dat is de makkelijkste, denken we dan. En dat moet dan ook op basis van het formulier van opgroeien gebruikt worden. Dus dat is een heel simpel document dat ze daar kunnen vinden. Of wij kunnen dat aanreiken. En dan moeten zij daar ook de vermelding doen van de startdatum, een ondertekende engagementverklaring van het Huis van het Kind en het LOC. En dan de pedagogische visie moeten zij daar ook in meegeven. Op dat hoorrecht kom ik straks dadelijk op terug. De behandelingstermijn is zo dat binnen de termijn van 30 dagen een opportuniteitsadvies moet uitgebracht worden door ons als lokaal bestuur. En dat is positief als er dus aan volgende criteria wordt voldaan. Dus het gunstig advies van stedenbouw, het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden. Men is bereid om mee te werken aan de doelstelling aan het Huis van het Kind, ook zich aan te sluiten bij het LOC. Bij de kinderopvang voor baby's en peuters het instappen in de gekozen werkwijze van de kinderopvang en dan de software, dus eigenlijk om mee te participeren daarin en ook dat hun pedagogische visie werd overgemaakt. De gemeenteraad, dus dat zijn jullie dan volgende week, gaat dus meer eigenlijk de coördinator van het Huis van het Kind, omdat zij daar toch wel rechtstreeks bij betrokken is, het mandaat eigenlijk geven dat zij dus dat kan organiseren, dat zij dat advies kan formuleren en ook ondertekenen en het hoorrecht kan aanschouwen. Dus de coördinator het Huis van het Kind
na maximaal 20 dagen via mail een vooradvies over aan de aanvrager en informeert de aanvrager nogmaals over het hoorrecht. Nu, dat hoorrecht, dat is dus effectief. Enerzijds krijgen zij een ontvangstmelding als zij dat via het e-loket hebben ingevuld. En anderzijds, dat ga je dan hier verder zien, bij het soort advies dat zij dan uiteindelijk gaan krijgen, kan men ook nog een gesprek vragen met de coördinator, als het moest negatief zijn, of gewoon een verduidelijking van een bepaald advies of criteria dat meegegeven is, dan kunnen zij dat hoorrecht dus uitoefenen. De coördinator van het Huis van het Kind formuleert dan binnen de 30 dagen het advies. En dan dus bij eventuele wijziging dan van het hoorrecht, dat daartussen nog gelopen is. En anders wordt dat dus ingevuld en overgemaakt aan opgroeien, om hun echte vergunning eigenlijk gaan aan te vragen. De bekrachtiging, dus het uitgebrachte advies, wordt dan nadien op het college gebracht en ook wordt dit in de zitting bij het LOK ter kennis gegeven. Wat ook nog mee te geven is, denk ik, is dat we dit eigenlijk zo ruim mogelijk hebben gelaten qua criteria. Gewoon omdat men extra administratieve romslomp een beetje wil besparen, maar toch de nodige zaken die wettelijk verplicht zijn wel te laten doen. En anderzijds om ook geen vertraging tegen te gaan. Dus wij gaan ook geen criteria momenteel opleggen qua zones die we zouden willen afbakenen, van daar is nog plaats of daar is nog plaats. Of bepaalde doelgroepen vooruitschuiven, omdat we het louter vandaag de dag nog niet 100% weten hoeveel opvang er reeds op ons grondgebied is. En dus dat is ook de bedoeling in 2022, om dat allemaal in kaart te brengen. En vandaar dit eigenlijk al een eerste stap is, dat dat dan toch wel kan samengewerkt worden en dat het ook geweten is eigenlijk waar er een nieuwe of een verhuis zou komen. Ik ga dit eventjes sluiten, dan zie ik jullie terug. Voilà, zijn daar vragen over? Gerda zie ik precies. Of nee? Ik zie inderdaad ook een handje bij Gerda. Ja, of misschien dat van dat straks, ik weet het niet. Ja, mijn micro stond in. Ah, oké. Okay. Sorry, excuse. Geen probleem. Greet, is daar in dat reglement zie ik niks staan rond taalwetgeving? Ja, want daar zijn hoorzittingen. De administratie, wordt daar geen voorwaarde op gelegd dat er respect moet zijn voor de taalwetgeving in Londen? Pardon. Nu, die taalwetgeving, dat is hier inderdaad niet letterlijk ingezet. Maar uiteraard, op ons grondgebied moet dat Nederlandstalig zijn. Dat zit ook trouwens in de vergunning bij het Huis van het Kind. Ja, dus, wat zeg ik, bij kind en gezin, met opgroeien. Ja. Daar moet ook aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Hè. Dat zijn opstartvoorwaarden, maar daar zijn ook bijvoorbeeld werkingsvoorwaarden. Allee, dat zit daar allemaal eigenlijk in vervat. Wij gaan niet rechtstreeks de vergunning afleveren, kindgewijs zal ik zeggen, of dat die opvang daar effectief zou kunnen plaatsvinden. En qua inspectie, qua brandveiligheid, qua locatie wel. Maar bijvoorbeeld, de kinderen hebben zoveel vierkante meter een tuin nodig om vrij in te spelen. Ja, dat moet kind en gezin en opgroeien dan bekijken. Dus dat is niet in onze taak dat dat hier in vervat zit. En zo is die Nederlandse taal daar ook in. Uiteraard wordt er Nederlands gesproken. Ik denk, we kunnen dat ook op elk reglement gaan zetten natuurlijk. Maar allez, ik bewoon hier in Londerzeel, een Vlaamse gemeente. Dan moet er ook nog inderdaad Vlaams gesproken worden. Ja, daar gaan we vanuit. Inderdaad. Ja. Dank u. Alsjeblieft, nog vragen? Voor de rest niks precies. Oké. Okay. Ja, dankjewel Greet. Dat was het laatste punt van de agenda. Is er iemand nog een varia? Toevallig. Voor de menscommissie. Ja, voorzitter, ik had eigenlijk een opmerking. In verband met de gemeenteraad zie ik daar het dossier ten eerste staan van Schasselberg. Die actes die gaan verleden worden. Waarom komt dat niet op een commissie? Dat had hier vanavond perfect ter sprake kunnen komen. Hè? Ja. Connie, kun jij dat best op antwoorden? Ja, ik kan daar zeker op antwoorden. Dit zijn zuiver de ontwerpakten, zei Gerda. Ja. De compromis die een
De akte is een complete vertaling van de compromis. De compromis is in de commissie wel degelijk besproken geweest. Ja. Is ook op de gemeenteraad geweest, uiteraard. Maar is zeker op de commissie besproken geweest. Ja, je kunt alles op de commissie terug herhalen, hè, maar ja, die uitleg hebben we gedaan destijds, hè, als die compromis gemaakt is. Dus wij zagen het nu niet ervan in om jullie daar nog eens mee te onderhouden, om die compromis... Ja, ik heb daar eigenlijk een vraag over. Daar wordt gesproken van 36 vierkante meter. Welk stuk is dat? Ik weet niet. 94, dat zijn de bergingen. Dan heb je een perceel van 460 vierkante meter. Maar dan, die 36 vierkante meter, dat is... Want die plannetjes dat daarbij zijn, ik vind die digitaal echt niet... Allee, ik ben in die hoek geboren en getogen. Ik kan me voorstellen dat de helft van de mensen die aanwezig zijn niet kunnen volgen. Ik had dat toch graag in de commissie eens stuk voor stuk alles verlopen, hoor. Want dat staat er ook in, want na 20 jaar, dat hebben wij allemaal niet besproken op Na 20 jaar, dat stond erop, dat is nooit een fatsoenlijke uitleg geweest. Jawel. Dimi heeft dat duidelijk uitgelegd. 20 jaar, dat is deel van de onderhandeling geweest. Uiteraard, ideaal gezien, gaat het na 30 of na 40 jaar. Maar goed, 20 jaar hebben we daar kunnen uithalen. Want ik herinner me dat Dimi nog in de commissievergadering heeft gezegd, kijk, 20 jaar, dat zijn bijna twee generaties. We zullen zien, dat kan goed zijn, dat Schaastelberg ondertussen van eigenaar is veranderd. Of dat er zich voor de gemeenten opnieuw andere opportuniteiten hebben voorgedaan. Maar alleszins zijn twee generaties verzekerd dat ze daar voldoende parkeerruimte hebben op een veilige manier, aangrenzend aan de sportinfrastructuur. Jawel. Dus die 36 vierkante meter is voor mij een vraagteken. Ja. En omdat ik dan de omgeving moet terughersteld worden. Diepe tankvelden, gaat daar iets mee gebeuren? Zit dat daar ook in mee in de omgeving? Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Hè. De tankvelden zit allemaal op ons eigen terrein. Hè. Dat heeft niks met die compromis te maken, met die act te maken. Hè. Dit gaat er zuiver om. Dus stel Schaastelberg had nog een perceel grond nodig, waar dan nu de betonvelden liggen. Hè. Eigenlijk moet het, als je het visueel probeert voor te stellen, die strook recht naar van achter, die had Stal Schaastelberg nodig om zijn hangar uit te breiden. Ja. En uiteraard, wij hadden zijn terrein nodig om te zorgen dat er afdoende parkeergelegenheid is. Ja. Op die manier is er een akkoord. Hè. Die percelen staan daar beschreven met de kadasternummers. Ik denk dat die percelen zijn waarnaar dat jij verwijst. Dus hij mag dat... Hij neemt dat in. Er gebeurt eigenlijk een ruil, maar je zou kunnen zeggen, eigenlijk is dan, het wordt gelabeleerd als een koop-verkoop. Dat is technisch gezien dan, zo wordt dat dan opgelost. Omdat er in de plaats daarvan twee dingen. Eén, wij hebben een erfdienstbaarheid om daar te kunnen te parkeren. En ten tweede zal hij ruimte voorzien, meer dan 100 vierkante meter bergruimte, ten bate van de sportclubs, de atletiekclubs. Onder andere, maar ook de voetbal heeft daar een stuk ruimte nog. En ik denk dat wij dat ook een stuk. En die clubs die rijden dan via dat wegje zogezegd naar van achter? Ja, die 36 vierkante meter is dan hier vooraan. Is dat wat? Vooraan, voor de ingang. Voor de ingang, ah. Ja, ik weet het niet. Denk ik, dat is niet zeker, ja. Ja. Ik wil de act hier wel eens open doen. Ik zit hier in de agenda van de gemeenteraad. En op welke pagina staat dat dan? Oei, wacht, want ik heb die ook niet meer open gedaan, hoor. 36. Nou, voor mij hoefde dat nu niet op te antwoorden, maar... Of gemaild mij dan, dat ik tenminste kan volgen. Ik zit hier, het is op pagina 3. Ja. Zoals het goed afgebeeld staat op het afbakeningsplan opgemaakt door... neergelegd bij de datum van het gereserveerd perceelnummer met een oppervlakte van 36 vierkante meter. Dat is onderdeel van hetgeen geruild wordt door de gemeente. Hè. Gemeente Onderzeel, ja, je hebt drie verschillende kadasternummers. Ja. En dat is het derde, denk ik. 36 vierkante meter. Ja, wat dat dan juist is, dan zou ik terug
eens moeten gaan kijken naar het plan. Maar is dat plan namelijk onduidelijk? Ja, dan moet, ja, dan zou ik eigenlijk aan notarissen moeten vragen dan. Kan dat hier niet? Of misschien met een dimidia uit het hoofd. Ja, dat kan ook. Van, ja, als je het plan open doet waarover dat gaat, is het gele gedeelte. En wat in Agar op staat. Hij mag bouwen tot tegen de perceelsgrens. En aan de perceelsgrens op onze eigendom bouwt hij dus die berging aan. Zodanig dat die berging ook onze eigendom is. Een definitieve titel. Maar wat dat die 36 vierkante meters je ziet, dat weet ik niet. Ja, ik moet dat eens vragen. Kodim kan zijn dat hij... Wel ja, als je dan een keer wilt nazien. Maar, en hoe rijdt dus de clubs, hoe rijden die nu naar die nieuwe berging in de toekomst? Rijden? Ja, de bedoeling is dat ze daar te voet naartoe gaan, hè? Gelijk dat ze dat nu doen. Hè? Ja. Ja, dus ze gaan die berging kunnen gebruiken zoals dat ze nu de lamentabele vroegere varkensstallen, gebruiken. Zo gaan ze die ook, gaan ze dat ook kunnen gebruiken. Hè? Ja. Dezelfde manier, hè? Wordt gecompartimenteerd, had ik begrepen. Ik dacht in drie verdelingen. Drie onderverdelingen. Ja. Oké. Okay. Dank u. Connie, nog één vraagje. Is daar ooit een schattingsverslag van gemaakt? Dat heeft ook gevolgen voor achteraf, hè. Als dat ooit onmin komt. Dat, Ik hoop dat er ooit iets gebeurt tussen de gebinden en Schasselberg. En die grond moet opnieuw verkocht worden, of ik zeg maar iets, hè, maar... Maar voor je dat heeft geen invloed op het bestaan, het al dan niet bestaan... Nee, maar wel op de prijs, hè. Wel op de prijs, hè. Ja, maar die prijs hebben wij onderhandeld, hè. Allee, wij wisten, stedenbouwkundige dienst... Maar ja, maar ik bedoel, daar is nooit een officieel schattingsverslag van gemaakt, of... Nee, maar we hebben dat ook eigenlijk gepercipieerd als een ruil. Dus dat was eigenlijk niet echt gekocht. Dat is nog gekocht en onmiddellijk. Ja. Doe maar gewoon. Ja. Nu, ik weet ook niet. Ja. Ja. Ik weet ook niet of dat er voor bepaalde bedragen of vanaf bepaalde bedragen dat er een schattingsverslag moet zijn of niet moet zijn. Dat weet ik. Dus moeten navragen. Welke keer weten we nakijken? Ja. Weet dat Steven Rits destijds nog die onderhandelingen mee opgevolgd heeft met Dimi en mezelf? En dat is nooit aan bod gekomen. Maar goed, ja, ik zou het wel eens navragen. Dat is gewoon een suggestie, hè. Beter voorkomen dan genezen, zeker? Ja. Ik had er ook nog twee vraagjes over, alsjeblieft. Eentje, er wordt verwezen naar een commissie waarbij dat zou besproken zijn, maar ik vind dat niet terug. Ik vind enkel in april op de gemeenteraad dat punt terug. Dus ik vraag me af op welke commissie dat moet geweest zijn. Ik heb juist even gezocht, maar ik vind het niet. Dus als er iemand mij dat zou kunnen vertellen, dat hoeft nu niet zijn. Maar dan kan dat punt nog een keer nakijken. En een tweede vraagje, die naar iedereen van ons de mail heeft gekregen van de Patank... club of vereniging over dat sanitair daar aan Schasselberg. Is dit nu ook geen kans om daar een stukje openbaar sanitair aan vast te maken? Of zie ik dat verkeerd? Ja, weet je, je hebt daar de bar vlakbij. Dat is de horeca-uitbating van de fitness. Je hebt daar alle sanitaire infrastructuur. Ja, weet je. Als ze daar gaan betanken, gaan ze allicht iets nuttiger. Kunnen ze daar ook wel naar het toilet gaan? Ik denk niet dat die uitbaters van de fatality daar een probleem mee hebben, in zoverre dat er natuurlijk een glas gedronken wordt. Hè. En dan zitten we weer met het probleem van onderhoud, netheid. Zo. Ik zie niet echt... Zo. Maar dit is natuurlijk niet alleen de patank. Ik denk dat de skatevereniging of de skaters daar ook wel gebruik van maken en anderen. Dus misschien is het ja,
Dan vind ik, allee, dan moet je lokale handel, die je daar ter plaatse hebt, zijn de Vitality. Dan moeten we ze daar naar de mensen die... Ik wil veel andere dingen zeggen, maar dan... Ja, dan heb ik zoiets van, nee, het is weer zo in... Mensen die graag eens naar het toilet gaan, dan moeten dan... Dan kan ik gewoon niet dempen. Ah, is al gedempt. Ja. Dat was, is nu gestopt. Ja. Ja. Die moeten dan, vind ik maar, allee, toilet opzoeken in de bar. Allee. We kunnen wel aan de droogte van de petanque een toilet zetten. En we kunnen wel aan de skaters, aan het skatepark ook nog een toilet zetten. Ik ben ook geneigd om zoveel mogelijk te faciliteren. Maar als je horeca-uitbating dan vlak tegen het... Kunnen ze beter daar naar het toilet laten gaan, dan drinken ze nog een glas ook. Er is geen kat die ergens een café binnenloopt zonder een glas te drinken. Ja, maar misschien is dat niet altijd de bedoeling natuurlijk. Hè. Of gaan de skaters ook niet op alle momenten dat vertellen open is? Of... Ja. Het is een kans, hè. Denk ik. Ja, oké. Okay. Dan zijn we rond, denk ik. Kunnen we afsluiten. Dan hebben we nog 10 minuten om even toch kort te pauzeren tot de volgende commissie start. Oké, dankjewel iedereen. Dankjewel Anne. Tot straks of tot de volgende. Dag. Dag.